Nog op bij de visdief. Ik zit aan het strand bij de Zuidpier. En ik ga hier de trekvogels filmen die je hier in het najaar kunt zien. En de Zuidpier is echt een. Zuidpier is een van de beste plekken, zo niet de beste plek in Nederland om de zeevogeltrek te volgen. De pier loopt om 2 kilometer de Noordzee in. En hier komt werkelijk elkaar elke vogel langs die maar kort onder de kust doorvliegt. Dus denk aan roodkielduikers, aan nadeel van strand is dat het water opkomt. Zo, even kijken. Nou, ik heb zojuist de 3D strandlopertjes gefilmd, die zie je daar zitten. Even, moet je er even naar, kijk aan jou. Daar zitten die 3D strandlopers, grote groepen. Ja, van de meest gezellige, het zijn de meest gezellige, daar filmen. De meest gezellige strandlopertjes die je op het strand kunt zien. Je kunt heel dichtbij komen. Ze lopen met de golven mee. Het strand op. En ja, en dan weer terug. Als de golf zich terugtrekt. Nou, hier op de Zuidpier. Kun je dus fantastisch vogels kijken. Neem je verrekijker mee, een telescoop of een camera. En je kunt hier van heel dichtbij steltlopers, duikers, aalscholvers. En zelfs zangvogeltjes filmen of fotograferen. Want die zangvogeltjes komen over de Noordzee aanvliegen of langs de kust. Zijn dodelijk vermoeid. Ploffen hier op die pier neer. Zoeken hier naar wat insecten, naar wat te drinken. Rusten wat uit. Vervolgens weer door te vliegen. En de meest bijzondere vogels die ik hier heb gezien, dat zijn de sneeuw.